De gebruiksvriendelijkheid. Betamax die volgt namelijk veel vlugger de bevelen op start en stop dan VGS. En ja, er zijn veranderingen. We zijn genoodzaakt om over te schakelen op VGS. Omdat dus om commerciële redenen VGS de bovenhand gehaald wordt. Na het Betamax-avontuur introduceerde Sony een nieuw systeem, de 8mm videocassette. Speciaal bedoeld om gebruikt te worden in videocamcorders. De geschiedenis herhaalt zich ook hier, want de strijd om dit systeem als wereldnorm te vestigen is nog niet beslecht. De meeste eigenaars van videorecorders hebben dus een VHS-toestel. Laten we ons dan ook beperken tot een kritische blik op de VHS-cassettes. Een aantal jaar geleden kostte een cassette rond de 500 frank of meer. Tegenwoordig kan je voor de helft van de prijs of minder een VHS-cassette kopen die beter van kwaliteit is dan de VHS die jaren geleden het dubbele kostte. De videocassette is het stadium van het product voor de Happy Few ontgroeid. Het is een alledaags product geworden. Het wordt op tal van plaatsen te koop aangeboden. Uiteraard in de gespecialiseerde elektronica-winkels, maar ook bij fotografen en gewoon in de supermarkt kan je een videocassette kopen. Vaak zijn ze in pakjes van twee of meer. Soms zelfs in een speciale aanbieding met als supplement een extra voorbespeelde cassette. Voor veel mensen zijn videocassettes een product geworden dat je naast vlees, fruitsap of een potje platte kaas gewoon op je boodschappenlijst zet. Hoe is het nu gesteld met de kwaliteit van de band in de cassettes? We gaan ervan uit dat u een bekend merk neemt en geen merkloze blanco cassettes, waarvan je niet zeker kan zijn of ze aan de vereiste VHS-norm beantwoorden. Alle grote merken hebben goede tot uitstekende cassettes, die een beter beeld kunnen opnemen en weergeven dan een moderne videorecorder in staat is te reproduceren. Als je opneemt van de kabeldistributie of van een antenne, dan ben je afhankelijk van de kwaliteit van het signaal dat je binnenkrijgt. Als er sneeuw in je beeld zit, dan zal er sneeuw op je cassette staan. Als je opnamekoppen van je videorecorder vuil of versleten zijn, dan zal het beeld dat je opneemt ook in verhouding zijn. Het systeem is dus maar zo sterk als de zwakste schakel. De grote producenten van videocassettes weten dat ze een uitstekend product afleveren en doen dus op dit ogenblik weinig moeite om de tapes nog te verbeteren en zo de concurrentie de loef af te steken. Om een steeds groter marktaandeel te pakken te krijgen, gaan ze zich eerder toeleggen op de reclame en de verpakking. Het oog dat koopt, moet ook iets hebben. Of je nu soep in blik, waspoeder of videocassettes verkoopt, het is de verpakking die in het enorme aanbod vaak de doorslag geeft. Toevoegingen als Pro, High Grade, High Quality of Gold proberen een enorm verschil tussen de producten te suggereren. Vaak is dat verschil alleen in de prijs merkbaar. De fabrikant speelt in op het snobisme of de drang naar perfectie van een deel van de kopers om duurdere cassettes aan de man te brengen. Met het blote oog merk je het verschil in beeld nauwelijks of helemaal niet. Bij recente Amerikaanse tests van verschillende types videocassettes van de bekendste merken bleek duidelijk hoe minimaal de verschillen zijn tussen de duurdere en de goedkopere types binnen eenzelfde merk. De test werd uitgevoerd met gecontroleerde videorecorders. Na elke test werden ook de koppen van de videorecorders schoongemaakt. En ook het binnenkomende beeld dat werd opgenomen was van een uitstekende kwaliteit. Dit zijn echter optimale omstandigheden. Bij u thuis hebt u die faciliteiten meestal niet. Het beeld en geluid dat u opneemt moet goed zijn. U moet een goed toestel hebben en het moet in topconditie zijn. Bij gevolg heeft het weinig zin om voor alledaags gebruik bij u thuis veel extra geld uit te geven voor de duurste videocassettes. Gewone, goedkopere merkcassettes klaren die job even goed.
U doet er goed aan, als de gelegenheid zich voordoet, om een groot aantal cassettes te kopen als ze in een speciale aanbieding staan. Zo spaart u geld uit. Als u alleen de duurste cassettes koopt omdat u denkt dat uw recorder er minder vlug door verslijt of dat u met die cassettes een veel beter beeld en geluid hebt, dan zorgt u alleen maar voor een grotere winst voor de verkoper en de fabrikant.